als je het veld ingaat, dan moet je natuurlijk afspraken maken met elkaar. En je kan niet zomaar het veld ingaan en allemaal wat doen. Dus je moet dingen met elkaar gaan bespreken, hoe je ze uit gaat voeren, wat je wil. Vandaag volgen we de A1 tijdens een van de topwedstrijden van de competitie, de thuiswedstrijd tegen titelconcurrent FC Twente. In de aanloop naar de wedstrijd wordt een tactisch plan gemaakt. Hoe kan de tegenstander het beste onder druk worden gezet? We hebben gewoon de tactiek van dat we heel snel, als we de bal niet hebben, die bal willen veroveren. Dat doen we dan door druk zetten op de helft van de tegenstander. Op het moment dat we hem dan ook daadwerkelijk veroveren, zo snel mogelijk vooruit voetballen. Kan dat niet, dan is het inderdaad eventjes in de ploeg houden, investeren, noemen we dat dan, in het goede moment. En dan diepte zoeken. Laten we zeggen dat we ze eerst laten, een beetje laten opbouwen, eerst laten inspelen. En wanneer zij die eerste paas spelen, meteen druk. Dus gewoon laten zien dat wij hier de baas zijn en dat zij gewoon niks in te brengen hebben. Dan heb je natuurlijk onze aanvalstactiek, om het maar zo te noemen, van dat we weten dat we de diepste in willen spelen, dat de middenvelders daaronder moeten komen, dat we via de vleugels door willen komen en als dat moeilijk is, dat de vleugelspitsen naar binnen gaan en dat de backs buitenom komen. Ja, dat is de tactiek die we eigenlijk altijd hanteren en die komt er geweldig uit, moet ik eerlijk zeggen. Vanaf het begin heeft Ajax het initiatief in de wedstrijd. De aanval wordt van achteruit opgebouwd en de tegenstander krijgt nauwelijks de kans om op de helft van Ajax te spelen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot de eerste goal van Ajax valt. Aanvaller Leslie de Saa na een kwartier wordt neergelegd in de 16 meter, komt een ander punt van de tactiek aan de orde. Wie neemt de penalty? Spits Tom Boeren of middenvelder met nummer 8, Wassim Boey? We staan met z'n tweeën op de lijst. Ik had wel een penalty nemen, maar hij ook. En dan in de wedstrijd kijken we dan van oké, neem jij of het is gewoon een gevoel. En als je gewoon een goed gevoel hebt, dan moet je gewoon nemen en gewoon doen, niet bang zijn. Maar de Tukkers geven zich niet zomaar gewonnen, want na rust heeft Twente zijn tactiek aangepast aan die van de thuisploeg. Een afgedwongen vrije trap in de 70ste minuut wordt onhoudbaar voor Warner Haan ingeschoten en Ajax moet opnieuw aan de bak om de 3 punten veilig te kunnen stellen. Dat is dan ook een moment dat we een reactie willen zien in de ploeg. Hè? Dat je zegt, hé, dit gaat niet, wat doen we eraan? Elkaar motiveren, even op de plaats zetten, even die push proberen te geven. En dat gebeurde nu gelukkig afgelopen weekend wel tegen Twente. Na die 1-1 zag je inderdaad 2-3 jongens van, hé, kom op, we moeten door en we willen deze wedstrijd winnen en we gaan ervoor. Dat werd overgebracht op het team. En bij Terrell was het ook nog zo dat hij een paar weken niet had gevoetbald. Ja, dan is het altijd wel prettig, voor mijzelf zeker, om die jongen even een hart onder de riem te steken. En dit is weer een kans na een wat vervelende periode. Laat het zien, pak het op. Daarna waren er weer een paar geweldige voetbalacties en combinaties. We maken 2-1, uiteindelijk 3-1. En we hebben die wedstrijd gewoon grandioos goed afgesloten. Terrell Ondaan bewijst het gelijk van de trainer door 10 minuten voortijd de belangrijke 2-1 te scoren. De A1 viert feest, maar teamgenoot Joël Veldman moet het vanaf de tribune volgen. Ik heb waarschijnlijk een zware knieblessure. Wat er aan de hand is, weten we nog niet. Het was vorige week donderdag, eerste training. Ik was met positiespel en ik kreeg een slijding op mijn knie van de zijkant. Ik krapte naar binnen, ik zakte er doorheen en de trainer zei nog, lopen, want dan kan je misschien nog aansluiten. Maar ik zeg, nee trainer, ik ga naar binnen. We willen graag
denken vanuit balbezit. We willen dominant spelen, we willen creatief zijn op het veld. Hè? Dat spelers individueel een actie kunnen maken of zomaar iets op dat moment bedenken waardoor ze vrijkomen. Ja, dat is geweldig natuurlijk dat we denken, hey, dat is mooi zeg, daar zijn we de laatste weken mee bezig geweest. Nu is er zo'n moment in de wedstrijd en ja, dan is het geweldig als je dat terugziet. Tactiek en inzet, Ajax A1 gaat aan kop in de competitie. Volgende keer de verdediging, die het de komende tijd zonder Joël Veldman moet stellen. Je staat liever in het veld natuurlijk, maar ja, je kan wel alles goed zien, wat er fout gaat, wat er niet goed fout gaat. Dus ik ben een goede assistent van de trainer geworden.